Goedenavond, dit is Tijd voor Nieuws van augustus 2021. Mijn naam is John Apeldoorn. Vandaag in het nieuws, Minecraft avontuur, tijd voor ons verjaardag en een kleine pauze. In 2015 was de allereerste aflevering van Minecraft avontuur geüpload op Tijdvion Games. In deze serie had Tijdvion een heleboel avonturen om te beleven. In juni 2020 begon Tijdvion opnieuw met deze serie te maken door een aantal oude afleveringen te editen en nog een aantal opnieuw te maken. Hoe lang gaat deze serie nog door en wat zijn Tijdvions plannen? Onze verslaggever Jonathan staat op de wereld van Minecraft avontuur. Jonathan, hoe gaat het met de serie? Momentje, oké? Alsjeblieft. Hoe gaat het met de serie? Het gaat redelijk goed met Minecraft avontuur. Er komen in totaal 22 afleveringen in het eerste seizoen, waarvan er al 18 zijn op YouTube staan. Verder speelde serie zich af tussen van februari 2015 tot en met juni 2020. Hoeveel seizoenen komen er nog? Tijdvion zegt dat seizoen 1 het enige seizoen wordt van Minecraft avontuur. Dat komt door een combinatie van het ingewikkelde verhaal, de weinige mensen die er nog over zijn om te introduceren en het feit dat dus het einde van de serie al is bepaald. Komt er dan een nieuwe serie die Minecraft avontuur vervangt? Kom op, even! Ik weet dat kunnen jullie niet anders in de kelder gaan? Komt er dan nog een serie die Minecraft avontuur vervangt? Volgens Tijdvion komt er inderdaad een nieuwe serie online uiteindelijk dat Minecraft avontuur vervangt. Hij zegt dat, er is nog niet superveel over bekend, maar hij zegt dat hij graag in 2022 wil beginnen met het produceren van de serie. En dat hij aan het einde van dat jaar de eerste aflevering uit wil brengen. Jonathan, op de Minecraft avontuurwereld. En niet dank jullie wel naar jullie. Vorige maand, op 24 juli, werd Tijdvion 18 jaar. Dat betekent dat hij nu officieel gebruik mag maken van een Google account. Wat heeft hij allemaal gekregen? Enzovoort. Onze nieuwe verslaggeefster Fleury bekijkt illegaal Tijdvions cadeau. Hier zijn tijd voor Jan's spullen, zodat hij dat hij heeft gekregen op zijn verjaardag. Met deze stoepkrijt kan ik mijn leven vast wel kleuren. Een telefoon. Dit heeft Jan voor zijn verjaardag gekocht. Gekocht, niet gekregen. En als laatste, wat snoep. Zodat ik mijn leven en verdriet kan wegeten. Fleur, wat doe je? Geef me dingen terug. Ik ga wat make-up uitpakken. Tijd voor nieuws. Als jullie een keer presentator willen zijn, laat het me dan weten in de Discord server. En trouwens, abonneer ook op Tijdvians kanalen voor meer content. Oké, nu het zomervakantie is, kan Tijdvian genieten van de zon en even rusten. Hij hoeft zich niet meer druk te maken over YouTube voor een tijdje. Maar wat is zijn plan dan? Wij hebben Tijdvians dromen geïnfiltreerd. Wat? Laat ik maar lekker gaan slapen. Zonder dat iemand een camera op mij richt. Laat ik deze maar verkopen aan Herobrine op die Enterprise D door Gravity Falls te vragen hoe oud Mayor Lewis is. Hallo, je droomt. Wat? Je droomt. Wat hier gebeurt is toch compleet raar? Oh! Je bedoelt mijn houten zwaard. Sure. Oké, in ieder geval, waarom neem je een pauze van YouTube? Wacht, zit hij verliezen me nu ook al in mijn dromen te achtervolgen? Ja,
Waarom neem je een pauze van YouTube? Omdat mijn hele leven niet rond YouTube draait. En hoe lang zal deze pauze duren? Een paar weken denk ik. Oh, hooguit 4. En je stopt volledig tot die tijd? Nou ja, als ik echt zin heb in het maken van een video, in het editen en het filmen en wat dan ook, dan zou ik wel een video maken. Maar over het algemeen zal ik er niet veel tijd aan besteden. Oké, bedankt voor je medewerking. Je wekker kan elk moment gaan. Wow, hey. Heb je nou mijn hele nachtrust verflipt? Ja, maar nu moet ik de camera uitzetten, want anders hebben we niks aan dit gesprek, aan dit interview. Onze producent belooft dat we Tijdvijand niet meer in zijn dromen zullen achtervolgen. Oké, in ieder geval, dat was het dan voor vandaag. Tijdvijand kan nu genieten van zijn welverdiende vakantie. Voor nu, een fijne avond en vakantie verder. En tot volgende maand. Tot ziens.